Het doel van het kaartspel Magic the Gathering is om als magier een andere magier te verslaan, door zijn of haar levens van 20 naar 0 te brengen. Dat doe je door elke ombeurt spreuken te gebruiken, of door magische wezens op te roepen die in jouw plaats de andere magier aanvallen. Deze magische wezens kunnen ook tegen elkaar vechten, waarbij het sterkste wezen wint en het zwakste wezen sterft. Het spel begint met het trekken van de kaarten. Elke magier neemt 7 kaarten van zijn goed geschudde en gedekt liggende stapel, ook wel library genoemd. Deze 7 kaarten worden de hand genoemd. Er zijn verschillende soorten kaarten. Er zijn landen, de krachtbron van de magier. Om alle andere soorten kaarten te kunnen oproepen, moet je voldoende landkaarten hebben liggen. Daar komen we later op terug. Daarnaast zijn er spreuken of sorceries. Spreuken wordt door de magier in zijn eigen beurt opgeroepen, uitgevoerd en verdwijnen daarna. Er zijn ook instants. Die werken op dezelfde manier en worden dus 1 keer uitgevoerd en verdwijnen daarna. Maar deze instants mag de magier ook tijdens de beurt van zijn tegenstander uitvoeren. Vervolgens heb je ook de magische wezens. Creatures in het Engels. Deze wezens worden opgeroepen en blijven in het spel tot ze sterven. Daarnaast heb je ook nog betoveringen of enchantments. Die lijken ook op spreuken, maar verdwijnen niet op het einde van de beurt. Ze blijven actief voor de rest van het spel. En als laatste soort zijn er betoveringen of enchantments van wezens. Dat zijn betoveringen die vasthangen aan een creature. Ze blijven liggen tot het creature sterft. Hoe roep je nu wezens of spreuken op? Hier zie je het speelveld. Links is de library of je voorraad kaarten. Rechts is je graveyard, waar je gebruikte spreuken en gestorven wezens in legt. In het begin van de beurt speel je een landkaart, als je die hebt. Aangezien ik verder niets kan doen, is mijn eerste beurt voorbij. En is het nu aan de andere speler. Daarna is het weer aan mij. In mijn tweede beurt neem ik een nieuwe kaart van mijn library en speel ik opnieuw een landkaart. Ik heb nu 2 landkaarten die ik kan gebruiken. Ik kijk in mijn hand en bekijk de kaart Stormfront Pegasus. In de rechterbovenhoek staat aangegeven hoeveel landkaarten ik nodig heb om die in het spel te brengen. Het zonnetje staat voor 1 wit landje. En het cijfer voor het aantal landjes dat ik extra nodig heb. Voor deze kaart heb ik dus 2 landjes nodig, waarvan minstens 1 wit, en die heb ik liggen. Om zo'n kaart te gebruiken, draai ik ze een kwartslag. Dat heet in dit spel tappen. Nu ik 2 landkaarten getapt heb, heb ik als magier voldoende energie om mijn Pegasus in het spel te brengen. Al mijn landjes zijn in gebruik, dus kan ik verder niets doen. Het is aan mijn tegenstander, die ook een wezen oproept. In het begin van mijn beurt mag ik mijn landjes opnieuw onttappen, ze opnieuw rechtleggen. Ik neem ook weer een nieuwe kaart van de stapel, deze, en ik leg opnieuw een landje. En zo begin ik elke beurt. Alles wat getapt is, onttappen, een kaart nemen en een landje leggen. Ik heb nu 3 landjes. Ik kijk in mijn hand en ik zie dat ik weer een kaart kan spelen. Femerith Knight heeft 3 landjes nodig, waarvan minstens 1 wit. Die heb ik. Ik tap mijn 3 landjes en leg Femerith Knight. De volgende fase van mijn beurt is het aanvallen. Dat wil zeggen dat mijn wezens mijn tegenstander gaan aanvallen. Een wezen kan niet aanvallen in dezelfde beurt waarop het opgeroepen werd, dus mijn Femerith Knight kan nog niet aanvallen. Mijn Pegasus al wel. Om aan te vallen, tap ik mijn Pegasus. Ik kijk in de rechterbenedenhoek van de kaart. De Pegasus heeft 2 aanvalskracht en 1 verdediging. Hij vliegt ook. Er staat flying, wat wil zeggen dat hij door wezens die niet kunnen vliegen niet kan onderschept worden. Mijn Pegasus valt aan en kost mijn tegenstander 2 levens. Hij staat nu niet meer op 20, maar nog op 18. Omdat elke speler maar 20 levens heeft, is het de moeite om jouw wezens een vijandelijke aanval te laten onderscheppen. Of ook wel blokken.
In de beurt van mijn tegenstander valt hij mij aan. Ik wil onderscheppen. Omdat mijn Pegasus nog steeds getapt is van mijn eigen aanval, kan die niet blokken, die is in gebruik. Mijn knight kan dat wel. Het wezen van mijn tegenstander heeft één aanval en één verdediging. Mijn ridder heeft twee aanval en twee verdediging. De tegenstander geraakt met één niet door mijn verdediging van twee, dus mijn ridder loopt geen schade op. Omgekeerd raakt mijn ridder met een aanval van twee wel vlotjes door de verdediging van de tegenstander. Dus het wezen van mijn tegenstander sterft. Het wordt van het speelveld in het graveyard gelegd. Nog even alles op een rijtje. Hoe verloopt een beurt? Het eerste wat je doet wanneer het jouw beurt is, is alles onttappen. Daarna trek je een nieuwe kaart van je library. Dan leg je een landje als je kan. Heb je spreuken of wezens die je kan oproepen? Dan doe je dat, zolang je voldoende landjes kan tappen. Nu kan je ervoor kiezen om aan te vallen. De tegenstander kan je aanval ook proberen te blokken. Denk eraan dat wezens die aanvallen getapt moeten worden. Wezens die getapt zijn, kunnen zelf niet blokkeren totdat ze weer ontapt worden. Als laatste fase wordt de schade tussen de wezens en de spelers uitgewerkt. Wie overleeft, wie sterft en verliest de tegenstander nog levens of niet. Heb je op dit moment in je beurt nog landjes over, mag je nog spreuken doen. Kort samengevat is dit dus je beurt. Untap, pak een kaart, leg een landje, oproepen, aanvallen, damage uitwerken. Of kortweg, upload.